Goedemorgen, vandaag is zondag en mijn eerste springwedstrijd. Kan je vertellen? Ik ben zenuwachtig. Ja. Twee redenen. Eén, springwedstrijd. Twee, deze hier zit achter het stuur. Hey. Dat is toch anders, zeg maar. Hier achter mij zit ons Tessje. En Tess heeft onze nieuwe HVP Beanie op haar hoofd. Zit die lekker? We zullen een linkje daar ergens plaatsen waar je onze Beanie kan vinden en eventueel kopen als je dat leuk vindt. Nu ben ik onderweg naar de manege. Ik word gereden door mijn chauffeur. Waar ik ook zenuwachtig voor? Nee hoor, is niet waar. Hij rijdt prima. Maar ik ga gewoon op Verona en ik kwam er een beetje laat achter dat het 80 centimeter was. In de afgelopen weekvlog hebben jullie kunnen zien, die zal ik ook even linken, dat ik les had van Ferens en... dat ik over de 80 centimeter heen ging. Dat ging op zich wel prima. Maar ja, dat is toch de allereerste keer dat ik een springwedstrijd doe. Het is toch iets anders dan dat ik in mijn hoofd had. Want ik had verwacht dat ik me in zou schrijven voor de 60. Laten we eens gewoon op een leuk niveau beginnen. En waar ik me het meest zorgen over maak is dat ik geen navigatie heb. En ook niemand heb die me gaat vertellen dat ik links, rechts en over hindernis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moet. Dus daar maak ik me eigenlijk het meest zorgen over. Dus ik ga het parcours een paar keer lopen. En met Tess. En dan zullen we het zien. Ja, nou ja. Rick gaat filmen. En in het ergste geval word ik uitgebeld. Of lig ik ernaast, dat kan natuurlijk ook nog. En voor de rest zal het allemaal al meevallen. Dus, dat dus. Ik dacht, ik praat jullie gewoon eventjes door de wedstrijd heen. Je ziet mij hier voor de start. Dus ik heb een paar rondjes gelopen, even groeten. Deze jury houdt ervan als je gewoon actief groet, dus dat je niet stil gaat staan. Andere juries vinden het juist fijn als je weer helemaal netjes stil staat en echt groet. Dus het is soms handig om de jury een beetje te kennen. Nou, ik ga in galop op weg naar hindernis 1. En ik ga hier draaien om de plantenbak heen. En dan ga ik over de eerste hindernis heen. Kan je vertellen, hier vond ik het allemaal nog wel meevallen. Alleen hier ga ik naar hindernis 2. En hier maak ik een fout, bij voorbaat al. Dus ik kom hier te rustig eigenlijk aangaloperen. En hop, hop, hop. En dan krijg je een soort hertensprong. En dan lig ik er eigenlijk al bijna naast. Ja, hier weet ik mijn evenwicht nog te bewaren. Even een vol te draaien, want ik moet natuurlijk nog wel over 3 heen. En... hier ben ik zeg maar al een beetje het idee kwijt. Nou, gaan we over 3 heen. Dat gaat op zich prima. Verona is natuurlijk wel een makkelijk springend paard. Dus ik hoef niet onwijs veel kunde te hebben om het te kunnen. Maar ze is natuurlijk ook wel geschrokken nu. En ik ook wel een beetje. Maar goed, hier gaan we over 4. Dat gaat eigenlijk heel prima. Dus hier had ik mijn vertrouwen alweer een soort van terug. Nou, dat lukt allemaal wel. En hier over de dubbel. Of eerst over de oxer heen. En dan lijntje, nog eentje. En dan gaan we langzaam nu naar hindernis 7. Hier kom ik al te hard door de bocht. Ik maak dan ook een volte. Ik ben eigenlijk ook gewoon de weg kwijt. Zo eerlijk moet ik dan ook wel weer zijn. En hier moet ik dus over 7 heen. Nou, dit is dus het punt waarop het misgaat. Ik kom aan. Je ziet al dat niks klopt. En dan kieper ik tussen de oxer heen. Rick is zich helemaal rot geschrokken. Die is aan het filmen. Dus hier beginnen we gelijk op een rondje bij de vierde hindernis al. 1, 2 en 3 heeft hij even gemist. Hier gaan we over 5 heen. En over 6. En hier hou ik flink tempo erin, omdat ik dus niet weer wil dat ze stopt. Alleen ik realiseer me nu dat ik denk van ja, ik kan nu wel over 7 heen gaan. Maar dat gaat hem gewoon niet worden. Ik kom te hard de bochten uit. Ik heb er niet netjes zoals ik wil. Een ervaring nekt mij nu het hele proces. Niks mis mee. Ik besluit dan ook, kijk maar, om af te groeten. En wat betekent iets ervoor? En ik groet nog een keer af, omdat ik niet weet of de jury me gezien heeft. En ik besluit het hierbij te laten. En nu gaan jullie terug naar mijn verhaaltje gelijk na de wedstrijd. Zo, ik heb gesprongen. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Jammer dat ik er al viel. Misschien heb ik het ook een beetje onderschat. Misschien had ik eventjes iets meer erover na moeten denken of zo. Ik weet het niet. Het vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. De tweede keer heb ik bij dezelfde hindernis afgegroet, omdat ik weer vrij snel en hard van 6 afkwam. En dan kan je 2 dingen doen.
Of denken, ik doe het gewoon. En als je dan, als je paard weigert, je struikelt, je valt of er gebeuren ongelukken, dan is springen niet leuk meer. Tenminste, voor mij in ieder geval niet. Of denken, jongens, we hebben het goed gedaan nu en klaar. Dus ik heb afgegroeid bij 7. Zo blijft iedereen veilig en heel. Ik en mijn paard. En blijven we het ook allebei leuk vinden. Ja, nu gewoon springles weer in en meer gaan oefenen. En over 2 weken is er oefenspringen, dus dat ga ik zeker doen. Maar dan op 60, omdat ik eerst die bochten even goed wil leren. Vooral vanuit een scherpe bocht en een okser over. Ja, dan moet je toch gewoon iets meer weten wat je doet. En ik moet zeker ervaring op doen. Dus dat ga ik oefenen met ver. Dat gaat helemaal goed komen. Ik ga het ook gewoon zelf oefenen. En dan komt dat later. En ja, zo kan ik natuurlijk gewoon weer springwedstrijdjes in de toekomst. Ga ik gewoon eerst BB laag doen, daarna BB hoog. En ik wil een keer in de B starten. En dat is mijn doel. Dan ben ik klaar. Verder hoeft gewoon, denk ik niet. Misschien dat ik daar later anders over denk. Maar als ik in de B gestart ben een keer, denk ik dat ik het gewoon gaaf vind en cool vind. En dan vind ik het denk ik prima. Goed, bedankt voor het kijken naar deze video. Geef vooral een duimpje omhoog. Voor mijn prachtige val. En dan zie ik jullie heel graag in een andere video. Doei!